Het is oktober en dat betekent dat er vanuit uh, Adobe de jaarlijkse Adobe Max georganiseerd wordt. En dat gaat altijd gepaard met een grote update van veel van de software die je hebt geïnstalleerd op je computer. En in sommige gevallen is dat een totaal nieuwe versie, zoals in dit geval uh, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop. Waarbij je dus inderdaad een volledig nieuwe versie van Photoshop of van Premiere Pro gaat installeren. Dan zijn er trouwens nog meer van die software die volledig nieuwe versies hebben. En dat betekent dat je de oude versies weg kunt gooien of deinstalleren. Wanneer je de update doet, dan zal dat automatisch weergegeven worden op je monitor. Voor Lightroom is er ook een update. En deze grote update, die heeft een aantal prachtige wijzigingen. En met name met maskers kun je nu heel erg veel. Er wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Nou, wil je updaten? Ga dan naar de Creative Cloud app en naar het venster Updates. En daar kun je alle software die je hebt gewoon updaten. Klik op de knop Update en alles wordt voor je geïnstalleerd. En hoe lang het duurt, ja, dat hangt een beetje af van je internetverbinding. Wanneer je de nieuwe Lightroom Classic hebt geïnstalleerd en je wil het programma openen met de database of de catalogus die je normaal gesproken gebruikt, dan zul je merken dat er gevraagd wordt om die uh, catalogus ook een update te geven. Hij moet omgeschreven worden naar de nieuwe Lightroom Classic versie. Doe dat natuurlijk. Geef eventueel een nieuwe naam aan de catalogus. En uh, je kunt ervoor kiezen om de oude eventueel weg te gooien, maar ik zou adviseren, laat die gewoon nog even staan. Mocht het gebeuren dat de oude catalogus of de nieuwe catalogus nog niet goed geüpdate wordt of er gaat iets fout, dan heb je nog altijd de oude staan. Wanneer je uiteindelijk uitgebreid aan het werken bent met die nieuwe catalogus in de nieuwe Lightroom Classic versie, dan kun je uiteindelijk een keer die oude catalogus wel weer weggooien als die verouderd is. Maar mijn advies, laat hem nog eventjes staan als je die update doet van die catalogus, zodat je zeker weet dat alles naar wens werkt. En wanneer je dan uiteindelijk alles ge update hebt en je hebt de catalogus omgeschreven naar de nieuwe versie dan zie je dat er een mooi welkomstvenster komt waarin de nieuwe functies in ieder geval uh, weergegeven worden. Het is heel erg aantrekkelijk om dat snel weg te klikken maar blader het gewoon eens een keertje door uh, dan zul je zien wat er allemaal nieuw is en de belangrijkste dingen die ik in deze video ga Behandelen. Dat is het AI-maskeren uh, voor personen selecteren, objecten selecteren, retoucheren met verwijderen van, uh, met behoud van inhoud. AI-maskeren en we kijken heel even snel naar de adaptieve voorinstellingen voor portretten. Er is zelfs mogelijk om de vensters, de, de, de kolommen aan beide zijden van je Lightroom Classic, uh, uh, ja, modules om die om te wisselen, mocht je dat willen. Ik weet niet waarom je dat zou willen, want eh, als je al jaren met Lightroom Classic werkt, dan ben je zo gewend waar ze staan. Maar, als je dat wil, kun je dat natuurlijk doen. En dan zijn er nog enkele andere dingen die aangepast zijn. Nou, die ga ik niet be uh, behandelen, maar. Uh, Voornamelijk de AI maskeren en retoucheren, dat zal ik in deze video uit gaan leggen. Als je het weet, klik op begrepen en de catalogus is gereed voor gebruik. Ik ga heel even wisselen van catalogus, want deze, daar staan niet de foto's in die ik wil gaan gebruiken om het te laten zien. Dus even deze catalogus sluiten en een nieuwe openen. Ik heb een selectie foto's uitgekozen waarmee ik het maskeren in Lightroom Classic ga laten zien. En ik ga als eerste deze trouwfoto nemen. En daarvoor moet ik naar de ontwikkelmodule. Ik druk daarvoor de sneltoets D in. Dan kom ik in ontwikkelen terecht. En je ziet direct dat er wat veranderingen zijn. Met name hierboven in het paneel daar zit deze button bij voor inderdaad de normale bewerkingen. Maar we moeten hebben de masker tool. Klikken we die aan, dan zien we direct een nieuw venster waarbij we een nieuw masker kunnen toevoegen als onderwerp, lucht en achtergrond. Er is, er is ook objecten bijgekomen. En hieronder en dat is het mooie daarvan, eh, zie je personen staan. En je ziet dat de persoon in de foto herkend is. Dat betekent dus dat Lightroom al op de achtergrond, het moment dat je maskeren aanklikt, dat daar gezocht wordt naar personen. En die is gevonden. En als ik er met de muis over ga, dan zie je direct dat het een mooi masker is, dat heel netjes over de bruid heen gelegd is in dit geval. Dus een heel knap, uh, een knappe manier van maskeren. Klik ik de persoon aan, dan zie je dat er nog wat andere functies worden geladen. Lightroom gaat namelijk kijken naar het masker en gaat proberen dingen te herkennen. En als we op het scherm kijken, dan zie je dat de gehele persoon geselecteerd kan worden, alleen gezichtshuid. En als ik er met de muis boven ga hangen, ik hoef het niet eens aan te klikken, zie je wat er geselecteerd wordt. Lichaamsheid wordt ook geselecteerd. Wenkbrauwen. Het oogwit herkent zelfs het oogwit in deze foto. Iris en pupil. Lippen. Tanden. En het haar. Nu kun je dus gaan selecteren wat je graag wil aanpassen. Bijvoorbeeld gezichtshuid, lichaamshuid. Laten we die twee eens even selecteren. Ik heb ze aangevinkt. En dan is het mogelijk om twee afzonderlijke maskers te maken. Elk met uh, dat wat je geselecteerd hebt. Maar ik laat dit eventjes uitgevinkt. Uh, laten we dit eens in één enkel masker gaan toepassen. En dan kan ik op masker maken klikken. En vervolgens wordt de masker. Het masker wordt aangemaakt. Nou, het venster komt hier naast te staan. Vind je dat niet prettig? Dan kun je dit gewoon verslepen naar het paneel en dan komt die daar tussen te staan en dan kun je ook de grootte wel makkelijker aanpassen. Goed. Je ziet dat de masker gemaakt is en in dat masker zitten twee selecties: de lichaamshuid en de gezichtshuid. Met andere woorden, je kunt ze toch nog apart gaan aanpassen. Ik hoef alleen maar dat ene masker aan te klikken en je hebt dat ter beschikking. Nou, en dan kunnen we eventueel de helderheid aan gaan passen van de huid als je dat wil. Uh, je kunt de textuur wat verminderen zodat de huid wat zachter wordt. Eventueel de helderheid wat minder. Uh, maak de aanpassing die je graag wil. Gaan we weer terug naar Nieuw Masker maken, dan kunnen we hier nog een aantal opties terugvinden. In principe dezelfde opties die we zojuist hebben gezien. Onderwerp selecteren, lucht, achtergrond, personen, dat is wat we gedaan hebben, en objecten. Nou, ik ga nogmaals personen, dan krijgen we opnieuw het masker voor de bruid. En dan kan ik bijvoorbeeld. Nog een keer de lip aan gaan passen. Ik had dat ook in één keer kunnen doen, natuurlijk. Geen enkel probleem. Maar nu heb ik een masker toegevoegd voor de lippen. En die kan ik eventueel uh, verzadiging hoger zetten om ze wat roder te maken. Misschien wat lichter, de belichting wat hoger. En het wordt er niet mooier op. Meestal heb je dat niet heel erg veel nodig, maar je kunt ermee spelen en je ziet wat ermee mogelijk is. En zo kun je dus heel selectief maskers maken. Dat wordt voor je gedaan door Lightroom Classic. dat is natuurlijk een hele mooie optie. Hebben we meer personen, bijvoorbeeld deze groepsfoto, dan kunnen we dus opnieuw personen. Hij staat nog steeds open eh, het maskeren en je ziet de personen gaat uh, ja, de personen in de foto uh, uh, detecteren. En als het goed is, krijgen we dus vijf personen in dat venster. We moeten daar even op wachten. En inderdaad, we hebben persoon 1. Als ik met de muis boven ga hangen, zal dat zichtbaar worden. Dit is persoon 1. Persoon 2. persoon 3 dat is de bruid natuurlijk persoon 4 je ziet dat hij netjes op volgorde de personen in de lijst heeft staan en dan kan ik heel afzonderlijk kan ik per persoon een masker maken ik kan ook eventueel alle personen kiezen dan kan ik gewoon op die knop drukken en dan heb ik alle personen gekozen en laten we eens eventjes kijken wat er dan gebeurt hij gaat weer alle ja, elementen in het portret gaat hij selecteren. We kunnen alle personen doen, de hele selectie. Maar we kunnen dus ook kiezen voor bijvoorbeeld gezichtshuid. En dan zal, als het goed is, Lightroom bij elke persoon de huid gaan selecteren. Lichaamshuid, wenkbrauwen, tanden, haar, lippen. Je ziet dat het gezicht hier niet bij staat. Dat heeft hij dus op een of andere manier niet herkend. Dus je kunt heel makkelijk, dus vooral voor degene die mensen op de foto zet, heel gericht maskers gaan maken om bepaalde delen van je uh, ja, van je foto, van je persoon om die te gaan maskeren. Nou, ik heb hier nu even gezichtshuid. Uh, lichaamshuid ja het ziet het niet helemaal correct hier ik neem aan dat er gedurende de ja, maanden die komen nog steeds verbeteringen zal ontstaan hier zie je dat het wel goed gedaan is twee afzonderlijke maskers maken ik selecteer dit en de maskers worden voor mij gemaakt eentje voor de gezichtshuid dit is masker 1 en eentje voor uh, de lichaamshuid. Hij heeft ze dus toch te pakken gekregen. Nou, en dan kan ik eventueel mocht ik dus inderdaad zien dat er te veel of ik wil er zelf nog wat meer eh, maskeren, dan kan ik altijd nog wat toevoegen aan het masker. Bijvoorbeeld met een penseel ik zet de stroom is maximaal, dichtheid is maximaal en dan kan ik eventueel daar wat gemist is eventueel erbij schilderen. Ik doe dit nu eventjes heel snel om te laten zien dat dat mogelijk is. Uh, mocht je inderdaad zien dat het fout gaat, dan zou je altijd nog kunnen kiezen van ik pak verwijderen penseel en dan kun je nog kleine delen verwijderen uit het masker. Dus je hebt alle vrijheid om het masker nog helemaal naar je eigen zin aan te passen. Als dat nodig is. Hebben we dat masker? Dan kunnen we hier dus weer de helderheid of de textuur verminderen om de huid wat zachter te maken, bijvoorbeeld. Dus het werkt ontzettend goed, heel erg eenvoudig. En eh, ja, het geeft je heel veel mogelijkheden. Nou, we gaan eventjes naar de volgende foto, een portretfoto. En stel dat we alleen de achtergrond willen hebben. Dan nou was het voorheen onderwerp selecteren. En als je het onderwerp gevonden had, dan moest je dat omkeren om de achtergrond te pakken te krijgen. Nou, in dit geval wordt er automatisch weer personen gedetecteerd, maar ik kan eventueel ook, ik kan hem met de muis eens eventjes boven hangen, dan zie je dat het direct geselecteerd is. Maar ik kan ook bijvoorbeeld het onderwerp selecteren als het geen persoon is. Of direct de achtergrond. Laten we die eens aanklikken. Dan wordt de achtergrond geselecteerd. En als het goed is, dan zal mijn model niet geselecteerd zijn. En dan kan ik direct de achtergrond helemaal aanpassen naar mijn wensen. Bijvoorbeeld een stuk blauwer maken. Of misschien zelfs helemaal warm. Om het contrast met het model groter te maken. De belichting wat lager. Net wat je graag wil. En als je dan toch nog het masker van, uh, van mijn model wil gaan aanpassen, dan pak je gewoon plusje, personen selecteren en je kunt de persoon selecteren en dan vervolgens de diverse elementen van huid, gezicht, wenkbrauwen, tanden, lippen, noem maar op. Kies gewoon wat je nodig hebt en het is direct gemaskerd geselecteerd. Ik was benieuwd, werkt dit ook voor dieren? Maar zoals je ziet, personen, daar gebeurt helemaal niets. Ik heb hier een portret van mijn hond, Bruk en hij herkent geen personen. Dat is logisch natuurlijk, want het is een hond en geen persoon. Maar het is jammer, het zou leuk zijn geweest als er ook een detectie zou zijn geweest voor dieren. Wellicht in de toekomst, maar voorlopig dus alleen Beperkt tot mensen. Kunnen we hier het onderwerp gaan selecteren? Zullen we dat dus uitproberen? We klikken op onderwerp. Het onderwerp wordt gedetecteerd en we zullen zien wat er gebeurt. En inderdaad, Bruk, mijn hond, wordt geselecteerd. Dus Lightroom kan toch nog dieren selecteren of andere objecten die in het beeld zijn. En dan vervolgens kunnen we de aanpassingen gaan maken die we graag willen. Ook hier geldt weer op de plus drukken. We kunnen een achtergrond selecteren als we dat graag willen. Klik het gewoon aan. En vervolgens wordt automatisch de achtergrond geselecteerd. En kunnen we die gaan aanpassen. En op die manier kunnen we onze maskers heel eenvoudig maken. Goed, we gaan. Even naar de volgende. Uh, wederom een trouwfoto. En hier zie je dat uh, er geen mensen gevonden worden. Blijkbaar is dit te ver weg, te klein in beeld. Dus dan werkt dat niet. Maar we kunnen eventueel wel gebruik gaan maken van achtergrond of een onderwerp. Maar ik wil met deze foto laten zien het objecten selecteren. Vink ik dit aan. Dan kan ik met mijn brush, en die maak ik dan wat kleiner, kan ik dus bijvoorbeeld hier die lantaarn gaan selecteren. Ik ga er gewoon overheen en ik hoef dat niet eens nauwkeurig te doen. Je ziet dat dat een hele ruwe selectie is. En laten we eens kijken wat er gebeurt. Het object wordt gedetecteerd en Lightroom heeft een heel mooi masker gemaakt. Je ziet dat er nog wel hier binnenin nog wat geselecteerd is, maar dat zouden we met verwijderen kunnen doen. En laten we eens proberen: objecten. En vervolgens maak ik hem eerst even dus heel klein, zodat ik er tussenin kan selecteren. Kijken wat er gebeurt. En je ziet dat dit niet werkt, want hij herkent daar geen object in. Dus dat kan ik dan weggooien. Dat heb ik dan niet nodig. Object 2 verwijderen. Oh, je ziet dat er toch nog iets verwijderd was. We kunnen een doe doen. Eventueel of we pakken hem gewoon nogmaals verwijderen. Objecten. Je ziet dat het dan wat langer kan duren soms. Dus misschien moet ik wat meer geduld hebben bij dit soort dingen. Objecten detecteren. Laat hem eventjes werken, en voilà. De binnenkant is verwijderd. En dan kan ik de lantaarn gaan aanpassen. Net zoals ik dat graag wil: donkerder maken, lichter maken, kleur veranderen. Net wat ik graag wil. Nu hebben we een andere kleur. Lantaarn bijvoorbeeld. Als we dat zouden willen. Dus we kunnen heel eenvoudig. Objecten selecteren door een hele ruwe selectie te tekenen. We hoeven daar niet eens nauwkeurig in te zijn. En als we die selectie hebben, dan kunnen we met uh, verwijderen of toevoegen, die selectie eventueel nog aanpassen of verfijnen, mocht het niet helemaal correct zijn. Dus een hele handige optie uh, die je in Lightroom Classic hebt gekregen. Voordat ik verder ga naar objecten verwijderen, wil ik toch nog eventjes teruggaan naar een van die portretfoto's. En uh, wanneer we naar voorinstellingen gaan, hebben we nog een aantal voorinstellingen gekregen. Met name de adaptieve voorinstellingen zoals portret. En als we die aanvinken, dan zie je dat er ogen verbeteren, tanden witte maken, wenkbouwen donkerder maken, haar met textuur, glad haar. Dat daar nog presets zijn gekomen die gebruik maken van dat maskeren. Dus je kunt met een preset dan ook al heel snel die aanpassingen maken. Ook dat is nieuw in Lightroom. Goed, we gaan weer terug naar deze foto. Stel dat ik hier bijvoorbeeld die banner die hier hangt, niet graag zie in mijn foto. Dan nou wil ik die weghalen. Nou, normaal gesproken deed je dat misschien met de clone Brush tool. Maar dat werkte in Lightroom niet altijd even soepel. Dat ging goed voor. Sensorvlekjes voor kleine dingetjes, maar voor dit soort grote oppervlakte was dat een ramp. En kon je beter naar Photoshop, waarbij je met uh, verwijderen met behoud van inhoud dit vrij makkelijk weg kon halen. Nou, verwijderen met behoud van inhoud, die zit nu ook hier bij Lightroom. En als we dit uh, knopje indrukken, dan zie je dat er niet alleen het. Uh, Retoucheren bij staat en het klonen, maar nu ook, ik moet even met de muis erboven, inhoud behouden en verwijderen. We kunnen dus in de foto een selectie maken. En je kunt de grootte en de dekking van de brush aanpassen. En ik kan een selectie maken van het object dat ik wil verwijderen. Je trekt er gewoon deze, dit kader omheen, je laat Lightroom analyseren en vervolgens wordt het object voor mij verwijderd. En hij is weg. En hij doet dat op een hele mooie manier ook nog. Dus dat is heel erg goed. Mocht het zo zijn dat je vindt dat er toch van de verkeerde. Ja, dat die inhoud niet helemaal correct is ingevuld. Dan kun je ook aangeven aan Lightroom. waaruit dat Lightroom die nieuwe inhoud gaat genereren. En dat staat hier bij dat uitroepteken. Houd de command. en bij Windows is het de control toets ingedrukt en sleep op de foto. om een aangepaste bron te selecteren. Dus ik ga de command-toets inhouden. Ik werk tenslotte op dit moment met een Apple en ik kan een kader tekenen om te zeggen tegen Lightroom gebruik dat deel van de foto om die inhoud opnieuw te genereren. Dus op die manier heb ik heel veel controle over het invullen van die inhoud. En je ziet, de inhoud wordt opnieuw gegenereerd. Is het nog niet naar je zin? Doe dat nog een keer. En je zou bijvoorbeeld ook hier een kader kunnen tekenen om dat te gebruiken voor het invullen van dat deel van de foto. Er is ook een mogelijkheid om dat Lightroom zelf te laten doen en dat is ook een nieuwigheid. En dat staat hier met de knop Vernieuwen. Ben je niet tevreden, kun je ook op Vernieuwen drukken en dan wordt opnieuw die inhoud gegenereerd. En dat kun je zo vaak doen als je dat zelf wil. Ga nog eventjes naar de normale retoucheerpenseel. Ook hier geldt dat als ik hier deze dit element weg wil hebben. Dan zie je dat Lightroom van dit deel gaat samplen. Ben ik niet tevreden, druk ik op vernieuwen en dan gaat hij een nieuwe locatie zoeken. En daar kan ik dus ook helemaal, naar mijn zin, op vernieuwen blijven klikken totdat dat uh, de beste ja, invulling geeft. Natuurlijk blijft de mogelijkheid ook om dat gewoon handmatig te verslepen. Dus op die manier kun je dus heel eenvoudig objecten verwijderen uit de foto. Nou, laten we eens eventjes een hele moeilijke doen. Laten we eventjes die lantaarn weg laten halen met... Het uh, verwijderen met behoud van inhoud. Je ziet hier dat die jurk natuurlijk er tegenaan zit. Je ziet dat er hier die, um, ja, die balustrade, het muurtje dat daar nog is. Dus laten we eens kijken wat er gebeurt op het moment dat ik die lantaarn weg wil laten halen met deze nieuwe tool. Ik moet hem natuurlijk netjes selecteren. Hier nog een klein beetje. En laten we eens kijken wat er gebeurt, of dat in ieder geval bruikbaar is met wat complexere uh, verwijderingen uh, in plaats van zo'n simpele banner. En je ziet dat het op zich vrij aardig gebeurt. Nou, je denkt je misschien van ja, wat is die rare kleur? Maar vergeet niet, ik heb daar een masker zitten en dat als ik dat onzichtbaar maak, dan zal die kleur wij verwijdering die zal uh, ja, die kleur zal dan weg zijn. En je ziet dat het vrij aardig gebeurt, maar met de complexe dingen is het nog niet 100%. Maar we kunnen dat natuurlijk nog altijd aanpassen door deze nogmaals te verwijderen. En kijken wat er dan opnieuw gebeurt. Om op die manier dus ja, die hele lantaarn weg te laten halen. En het gebeurt vrij aardig. Dus op die manier kunnen we dus een foto heel goed gaan retoucheren in Lightroom Classic. Nou, het resultaat ziet er netjes uit. Um, daar doe ik het voor. Dus. Nou, we hebben nog een laatste foto. Een, foto. een landschapsfoto. Om te laten zien dat op het moment dat ik maskers ga doen, dat ik hier de lucht kan selecteren. En dat Lightroom heel erg specifiek de lucht gaat vinden in de foto. In principe deed hij dat al een klein beetje. Maar je ziet dat dat vrij aardig werkt. En als ik die lucht wat donkerder maak, dan ziet dat er netjes uit. Dus. De nieuwe aanpassingen met maskers in Lightroom Classic is een hele verbetering geworden. Het geeft je heel veel meer mogelijkheden, geautomatiseerde mogelijkheden, met behulp van beeldherkenning, zoals we dat zo populair noemen, AI, artificial intelligence. Maar hoe het ook genoemd wordt, het werkt gewoon ontzettend goed en het werkt heel soepel en je blijft de vrijheid houden om je maskers nog aan te passen daar waar het niet helemaal goed gaat. En heb je een element in je foto dat je weg wil hebben? Nu is er dus verwijderen met behoud van inhoud in Lightroom Classic. Zodat je nog minder keren terug moet naar Photoshop om wat complexere dingen te verwijderen uit je foto. Succes met het uitproberen, uh, doe je best. Uh, ik denk dat het heel veel meer mogelijkheden biedt en dat het werken in Lightroom daarmee nog efficiënter wordt. Makkelijker en fijner gaat het gebeuren.